Yo mensen van Mare Tim en welkom bij deze subspecial. Ik ga snel eventjes van deze camera af, want jullie hadden gestemd op dat ik mijn camera liet zien. En eigenlijk, sorry voor de gigantische troep die ik ervan heb gemaakt, maar dit is mijn hoekje, om het zo maar te zeggen. Mijn kamer loopt een beetje in een hoek, dus here we go, daar is de deur. Dus heb je mijn kledingkast, ik heb geen idee wat voor troep daar allemaal in ligt, kast. Random troep, een tas. Relatief netjes opgemaakt bed. Heb je daar wekker nummer 1. De wekker die mij altijd laat verslapen. De wekker waardoor ik bijna UHC 1 had gemist. Klote wekker. Heb je mijn radiotoren. Dus heb ik mijn computer op aangesloten. Als ik zin heb, dan heb ik allemaal speakers overal in mijn kamer. Ook achter deze halve 50 centimeter muur. En daar zet ik dan 3D-sounds op en dan hoor je echt alles om je heen. Dat is echt super epic als je horrorgames aan het spelen bent. Maar helaas kun je dat niet opnemen, want dan heb je achtergrondgeluid. En dat is niet al te fijn. En de opneemapparatuur wil niet altijd lekker werken met 3D-sounds. Dus there you go, heb je hier mijn bureaublad. Het is een beetje overbelicht. Ik neem het ook op met een goedkope camera. Ik heb ergens ook nog de dure camera liggen, maar hè. Dus dit is redelijk mijn troep dan hier. Ik heb twee keyboards. Dit is een standaard Dell keyboard. Dat is ook wel bekend als mijn oude keyboard. Oh, even het raam dicht voordat er ruis in de microfoon komt. sorry. Dit is mijn tweede keyboard. Regelmatig game ik hier met vrienden. Of komen vrienden naar mij toe en dergelijke. Tweede keyboard, makkelijk aangesloten. En dan zitten we op de WASD en zit ik op de pijltjes. En dan gamen we Bombermans tegen elkaar of dat soort dergelijke. Of Asonauts, weet je, dat soort spellen. Dan hebben we hier mijn inmiddels redelijk versleten headset. Het is een beetje, ja, het leer is versleten, dus het ziet er niet al te klinisch uit. Het ziet er zelfs smerig uit, maar hè. Zolang het werkt, het is een beetje jammer dat het kapot is. Pak je pepernoten, want uiteraard Sinterklaas. Dus hebben jullie hier mijn bakbeest? Oh, ik had er een belastingbriefje voor gedaan. Want dat lampje hier, zo, dit kleine lampje, als ik aan het renderen ben en ik laat hem in aanstaan in de als ik hem laat aanstaan in de avond om te renderen, dan is het lampje echt gigantisch irritant. Ik doe zeg maar ook nog mijn lamellen hier. Ik heb mijn geweldige kamer. Ik doe die lamellen naar beneden, helemaal donker, en dan is dit lampje gigantisch hinderlijk. En soms gaat hij ook nog knipperen als hij slaapstand staat. Niet altijd chill. But there we go, monitor nummer 1. Met mijn kanaal momenteel. En dan hebben we daar nummer monitor 2. Dus. En dan daaronder hebben we onze webcam. Goedkoop webcammetje van voor mij 10 euro of zo. ICDU, of hoe je dat ook uitspreekt. Whatever, het doet het. Het doet wat het moet doen. En vervolgens hier mijn toetsenbord. Dit is een Logitech G105, als ik me niet vergis. Het lampje. Die kun je. Uit, licht aan, vel aandoen, macro's 1, 2, 3 met 6 knopjes om die in te stellen en een standaard telmuis. Zolang het werkt vind ik het prima. Ik heb ook nog een fancy muis, maar die gebruik ik voor mijn laptop, want ja, het werkt. Dit is mijn echte wekker, eentje die me wel wakker maakt, gigantisch ver vanaf mijn bed, dus ik word er wakker van. En hier meet ik ook altijd de episode lengte op. Dus zoals je nu ziet, zit ik op 4 minuten ongeveer. Volgens mij ben ik 4 minuten nu bezig. En het is laat. Monitor 2, hier doe ik meestal de chat op. Achtergrondprogramma, Teamspeak. Noem het maar op de achtergrond. En hier is mijn gevreesde telefoon. Die regelmatig afgaat wanneer het niet moet. Klote ding van Kaiway. Dus. ik heb ook nog twee speakers. Kijk, ik zit alles even door te lopen wat ik nog niet heb gehad. Kunnen dit zijn? Ja. Het zijn speakers die gigantisch oud zijn. 100 watt speakers. Super chill. Ze maken een herrie als het best, maar althans, dat is goed. Er zit een treble en bas op, standaard. En die zijn ook op mijn 3D systeem aangesloten. Dit is dan mijn links main, rechts main. Mijn tv is dan midden. Dan heb je hieronder heb je mijn geweldige, ik weet niet of je het kunt zien. Maar ik wil het niet scherp stellen. Daaronder zit een gigantische. Kunnen we het echt scherp krijgen? Wat is dit? Kunnen we het niet scherp? Klote camera. Daaronder zit een gigantisch grote sub.
Ja, nou, misschien dat je het ziet, want het is een zwart ding eigenlijk in de hoek. Het is eigenlijk valt het mijn halve blad op. Daar heb ik mijn pedalen voor als ik ga racen. Dat is rem en gas. Als het een keer werkt. Nog een speaker die heb ik achterstevoren om mijn buurvrouw te pesten. Mijn stuurtje. Ja, voor het racen. Hij maakt alleen gigantisch veel herrie en hij is best zwaar. Maar hij werkt echt super. En dan hebben we hier mijn kast waar ik al mijn school, shit, eten, dergelijke opruim. Met daaronder zit ook nog een hele ruimte met troep vol. Dus, even kijken. Hebben we alles gehad nu? Telefoon, pickers. Oh ja, en dan hier nog klok nummer 2. Want mijn moeder wil dat ik een klok heb. Dus here you go. Een radio gestuurd, geluidloze, zonder secondenwijzer klok. Ha. En nog wat random troep wat hier bovenop zit. Oh ja, mijn mini-controller. Hij is, mini, kunnen we wel zeggen. Maar het werkt. Ik kan er amper maar 2 handen op kwijt. Maar, ik heb er Remember Me mee uitgespeeld. Nog een paar andere spellen. Dus ik vind dat het prima werkt. Dus, ik denk dat dit redelijk mijn setup is. Zullen we nog eventjes inhoudelijk gaan over mijn specificatie? Als mensen dat altijd willen zien. Dus even kijken, Windows D. Even lekker omweg. Hoppakee, die. Weet je, dat doe ik wel via OBS. Dus tot zo. Dus, als het goed is zien we nu weer beeld van de main scherm. Ik zit inmiddels weer in mijn goede stoel. Daar heb ik het trouwens niet over gehad, maar mijn stoel is een ouderwetse bureaustoel. Ik heb hem voor €5 overgekocht van een failliet bedrijf. En opnieuw gestoffeerd, want hij was redelijk oud, maar hij zit echt heerlijk. Het is echt een super chille stoel. Je kan eigenlijk alles instellen. Ik had het eigenlijk moeten filmen. Je kan de afstand van je kontvlak veranderen, de hoek van je ding, de hoogte van je ding. Eigenlijk alles wat ik maar wil. Maar even over de specificaties. Ik heb Windows 8.1. Veel mensen hebben dat al een aantal keer gezien in mijn livestreams. Ik vind het super chill. Het kost eventjes wennen, maar dan is het ook echt zo'n stukken beter. Dus Windows 8.1. Ik heb een Intel i5. 3,4 megahertz. Gigahertz. Wow, megahertz zal heel langzaam zijn. Gigahertz, dat is overklokbaar tot 4,2. Ik klok nog niks over van mijn laptop, zolang het aan kan. Ik heb één keer helaas voor Assassin's Creed overklokt, om te kijken of het beter was. Maar mijn CPU wordt niet eens 100% gebruikt op standaard klok, dus dat was niet nodig geweest. 16 GB of RAM, dat heb ik gaming RAM gekocht. Ik heb mijn god niet idee meer waar... Wow, sprak gewoon weg. Van wat voor RAM het was, maar het is supersnel RAM. Ik weet even de kloksnelheid niet uit mijn hoofd, maar hoger dan normaal. 64 bits computer, nieuwe computer, dus oké. There we go, en allemaal overige shit, die eigenlijk niemand boeit. Dan gaan we volgens naar de Nvidia, die geeft weer hetzelfde aan. Ik heb een GTX 760, daar heb ik er 2 van. Eentje om te renderen en eentje om het op te nemen. Ik heb geen idee waarom GeForce er maar 1 aan geeft. Ik heb ook geen idee hoe ik de tweede kan instellen. Hij pakt altijd nummer 1. Don't ask Nvidia. Ik kan er 2 openen, ik kan niet de tweede selecteren. Ik heb geen idee hoe het werkt. Zitten er 2 in en ik weet dat hij 2 gebruikt. In gewoon ik kan gamen en renderen tegelijkertijd. Wanneer ik 3 dingen doe, gaat het een beetje raar doen. Maar MSI Afterburner kan er ook niet bij. Ik heb geen idee waarom. Misschien dat iemand dat me ooit kan uitleggen. Maar voor dat nu. Ik heb dus weer i7, i5, 16 GB RAM. Ik heb op dit scherm heb ik dus een 1080p scherm op 60 fps. Mijn tweede scherm, die eigenlijk nooit gezien wordt. Kunnen we het aanzetten? Monitor 2. Hey, monitor 2. Zo. Jullie moeten het maar voor nu doen met dit scherm. Ik zal hem met 1 uitzetten. Zo. Bijna goed uitgelijnd. Whatever. Monitor 2 is een Acer monitor. Niet al te bijzonder. Ook 60 fps. Alleen zijn responstijd is veel lager. TV is heel hoog. Maar I don't care. Het werkt. En ja, ik heb momenteel Assassin's Creed als achtergrond. Want dat vind ik gewoon een leuk spel momenteel. En is wat iets, hoe zullen we dat zeggen? Kindvriendelijker achtergrond dan ik er hiervoor had. Dus ja, gewoon weer terug naar monitor 1. Fuck dat. Zo, weep. Inception anders, hoppakee. Dus ja, het zijn niet al te spannende specificaties vind ik zelf.
Kunnen we nog meer vertellen? Ik heb geen idee welk moederbord meer in heb gezet. Er zit een standaard DVD-lezer en schrijver in. Gewoon voor de funs. Ja, dat is het eigenlijk. Ik heb niks overklokt van mijn videokaart, want zolang ik het nog niet 100% gebruik, dan vind ik het ook overbodig. Als ik Assassin's Creed speel, dan zit hij op maximaal 80%. Met OBS aan gaat hij naar de 90 tot 95%. Dus, there you go. Ik heb momenteel even de render-instellingen op zware FPS gezet. Gaat dit goed? Ja, oké. Ik heb momenteel even de render-instellingen op zware instellingen gezet. Ik heb ook light rendering, dat 30 FPS is. Voor Assassin's Creed, maar dat hielp niet met opnemen, helaas. Oh, en mijn camera zegt dat hij uit wilt. Want energiebesparing. Dus, there we go. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat ik wel jullie absoluut wil bedanken. En ik sprak eventjes daar mijn standaard scherm voor. Ik wil jullie super bedanken voor de ruim 2000 abonnees. Het was met zeker absoluut hulp van Jordi. En eigenlijk alle iMiners mag ik inmiddels wel zeggen. Is echt het laatste 1000 super snel gegaan. De eerste 1000 natuurlijk van GamerKingNL. Echt ook super bedankt voor de mensen die mee zijn gegaan naar het nieuwe kanaal. Ook is daar weer Brian gaan uploaden. Dus eigenlijk is het een win-win situatie. Dus voor de mensen die het niet weten. Ik kom oorspronkelijk uit GamerKingNL. Ik weet niet, zat het nog steeds staan? Ik denk niet dat Brian het erg zou vinden als ik even... Oh, oké. Geen eens een kanaal creëren. Ha, ik zat er nog steeds in. Ik vroeg me af of ik er nog steeds tussen stond. Dus, there we go. Ik zou wel mijn kanaal trailer een keer gaan updaten. Voor een proper filmpje. Misschien dat dit het wel wordt. Maar zullen we zien. Ook bedankt voor de mensen die me opvolgen op Twitter. Ik upload regelmatig leuke dingetjes. Zoals vandaag hadden we de klassenplan. Hadden we de Henk de Plant. Ik weet niet of je het een beetje kan lezen. Dus, je kan het redelijk lezen. Henk de Plant hadden we vandaag in de klas. Dus dat soort leuke random dingetjes. Upload ik op Twitter. Maar ook nuttige dingen. Ik reageer ook voornamelijk op Twitter. Als je snel, relatief gezien, snel antwoord op van me wilt, vraag het op Twitter, want dat is antwoord ik redelijk snel. Ook heb ik deze, voor de mensen die niet helemaal opletten. Ik zet regelmatig zo. Zet ik dingen in de beschrijving. In dit geval Strapple, heb ik gezet. Om te laten stemmen. En voor het laatst dat ik dit check, dan zul je net zien. Vlog van de setup, 22 stemmen. Net iets meer dan de Tetrocade special. Misschien dat ik die gewoon nog steeds ga doen. Misschien. En dat doe ik dan als een livestream. Dan combineer ik die twee. Want ik kreeg ook regelmatig het request of ik Tet of Kate wil streamen. Dus ik denk dat het een combinatie van die twee is. Maar ik heb dus een Strapple gedaan om te kijken wat jullie wouden. Op twee stemmen na zou het een vlog zijn. Tet of Kate special, denk ik dat nog steeds goed komt. En ja, there we go. / marketing. Ik ben ook nog bezig met een website en dergelijke, maar... Het komt allemaal in werking. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de zoveel abonnees. Ik kan misschien ook nog eventjes de dashboard laten zien. Creator Studio heet het tegenwoordig. Dit is ongeveer voor mij per maand. Als ik me niet vergis. Voor de 25.000 weergaven per maand. Super awesome, super bedankt. Ook de afgelopen maand heb ik 370 subscribers gehaald. Dat is 5% van momenteel, toch? 5%. Net gain. Dat is echt super awesome, jongens. Dus echt bedankt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het abonneren en voor het kijken. Als jullie zeggen van Tim, doe dit eens, doe dat eens. Ik lees eigenlijk alle comments, zoals jullie misschien kunnen zien. Mijn belletje is eigenlijk helemaal leeg. Ik ben helemaal bij altijd. Dat is altijd. Binnen een week probeer ik alle posts op zijn minst privé te hebben gelezen. Ik probeer ook al deze posts te lezen van Petra, Jasper. Deze keer van mezelf, grap. Ik snap niet waarom ik mezelf soms erin staat. Maar ik probeer alles te lezen en zo snel mogelijk te reageren. Dus nogmaals bedankt voor het abonneren. Voor het liken op al mijn video's. Mensen zeggen altijd liken heeft helemaal geen zin. Ik kijk op gebaseerd op likes. Of ik een serie door wil laten gaan. Of ik die vaker moet gaan uploaden. Dus zeg, iMine heeft nu 88 likes. Statfakate 33. Waar zou ik volgende week meer van uploaden? Nou, dat is toch niet al te moeilijk te zien. iMine. Zeg, Letsmod heeft maar 7 likes van de 32 weergaven. Nou, okay, ik weet het, Letsmod is geen gaming video, dus dat zou minder kijkers trekken. Maar alsnog upload ik die er maar één keer in de week. Misschien twee keer als je een beetje mazzel hebt.
Dus ik baseer eigenlijk mijn video's een beetje op likes. Dat vind ik een heel belangrijk iets. En daar niet tegen wil ik jullie nog steeds bedanken voor eigenlijk alle support die ik heb gehad de afgelopen 2 maanden. En ik denk dat het wel een beetje zo is. Binnenkort komen er ook weer livestreams aan. Ik heb een gigantisch druk project. Mag ik ook al inmiddels praten, want Jordi praat er ook over. Met Outlast, dat is een soort van ja, MMO-systeem met allemaal missions. En daar zijn we gigantisch hard mee aan bezig. Dat is allemaal in Spikeout gemaakt. Minecraft 1.8 ready, zoals we dat noemen. Dus het gebruikt al 1.8 dingen, maar het werkt ook nog met al 1.7. Super awesome dingen eigenlijk. En dat is allemaal door jullie mogelijk gemaakt. Binnenkort wil ik ook nog kijken voor partnership en dergelijke, maar dat laat ik allemaal achter. Dat hoef ik jullie niet allemaal te lastig mee te vallen. Maar alsnog wil ik zeggen, bedankt voor het kijken. Laat dan een like achter als je een serie leuk vindt of deze video leuk vindt. En als je het nog niet hebt gedaan, klik op het subscribe knopje, want dat heeft mij eigenlijk actief gehouden om dagelijks te uploaden. En ik weet niet of ik deze link ga delen. Dus mijn agenda, daar zet ik eigenlijk alles in van wat ik upload. En ja, zo zul je zien dat ik een best wel mooi schema heb. En Gmod gaat naar de ochtend. Zo. 12 uur, 1 uur. Zo. En daarvoor in de plaats komt subspecial. Zo. There you go. Dit schema is natuurlijk allemaal experimenteel. Het wordt gigantisch omgegooid. Maar dit is ongeveer mijn schema. Misschien dat ik ooit de link wil gaan delen voor de mensen die dat aan het gebruiken. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Dit is mijn schema voor aankomende week. Ik denk dat ik dat wel red. En anders verander ik het gewoon. Niks staat vast. Maar dan zeg ik bedankt voor het kijken. Klik op het abonneerknopje als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Doei doei!